Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Vandaag de dag gaan we alweer op pad voor aflevering nummer 4. En op pad met niemand minder dan Michael van der Mark. In de serie Kort door de bocht neem ik het wederom op tegen verschillende YouTubers. Maar ditmaal op de kartbaan. Naast de vrije training kwalificatie neem ik het tegen ze op in een race van maar liefst 10 ronden. Nadat we ze uiteraard beter hebben leren kennen in de auto. Dames en heren, ik introduceer Michael van der Mark. Ja. Ik weet namelijk niet of iedereen jou kent op mijn kanaal. Jij bent denk ik de snelste op mijn kanaal ooit. En dan moeten we nog gaan karten. Hey, vertel, waar kunnen mensen jou misschien van kennen? Ja, dit met vier wielen. Nee, met twee wielen. Ik doe motorracen, superbike, voor BMW. Dus daarom rij ik ook in een BMW. Hoeveelste BMW was dit, zei je dit? Ja, ik denk onder andere bijna 20ste. 20 BMW's in een tijdsbestek van? Anderhalf jaar? Twee jaar? Ja, nog geen twee jaar. 20 BMW's. Nee, ik ben dus niet de ergste, dus dat scheelt. Nee. Zullen we een lekker rondje gaan rijden? Want je hebt een mooie Swarovski gear op. En... Heel sportief pookje. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hey, super vet dat je even tijd voor ons wilde maken. En je... drukke schema, gok ik. Want hoe ziet jouw seizoen er ongeveer uit? Van testen, wanneer begint het testen ongeveer? Ja, zeg maar, volgend jaar beginnen we weer met een redelijk normaal seizoen. Ja. Is de eerste wedstrijd Australië, dus al in februari. Wel vet, jij ziet ook veel, hè? Ja, of word je er soms eens moe van? Nee, maar okay, je ziet veel, maar maakt er ook wat tijd voor. Ja, tuurlijk. Je ziet bij ons heel veel mensen die gaan naar de wedstrijd en dan gaan ze weer naar huis, weet je wel, op zondagavond. Ja. Dan denk ik van ja, kom op, je leeft maar één keer. En dan blijft ze een dag langer of gaan we er eerder heen, weet je wel. Maar hoeveelste jaar is dit nu dat jij gaat rijden? Want BMW, voorheen heb je wat anders gereden? Ja, voorheen. In Superbike heb ik eerst twee jaar Honda gereden, toen vier jaar Yamaha. En dit was nu mijn tweede jaar bij BMW. Zo. Dus je gaat nu voor het negende jaar? Nou, voel ik me echt oud gelijk. Hey, maar er is natuurlijk best wel... Kijk, joh, natuurlijk, hoe begin je met motorracen? Want dat is... Kijk, autosport begin je met karten, over het algemeen. En ik denk dat als je karten vergelijkt met motorracen, is dat wel de veiligere optie. Als om je kind meteen op een motor te zetten, dat is best wel een stap, denk ik. Hoe begint zoiets? Ja, ik deed toen ik klein was... mijn vader heeft natuurlijk vroeger geraced. Ja. Dat was eigenlijk ver voordat ik was geboren. Dus ik zat altijd wel motorraces te kijken bij hem en dat soort dingen. Maar ja, toen ik heel klein was, ik wel karten en ja, dat vond ik altijd wel leuk. En op een gegeven moment waren we in Assen bij Titi en bij de MotoGP toen. En ik was 11 en toen zei ik tegen mijn vader van, joh, ik wil motorracen. Mooie leeftijd te beginnen. Ja, vrij laat eigenlijk. Hij dacht eigenlijk, kom mooi mee weg, weet je wel. Ja. Dat wilde hij niet. Maar het is eigenlijk vrij laat, maar hij heeft altijd gewacht totdat ik het zelf wou. Ja. Dus als ik nooit had willen gaan racen, had hij het ook prima gevonden. En dan gaan we even kijken, weet je, ga je minibikes doen of wat anders. En uiteindelijk zijn we met een iets grotere motor begonnen. En, ja. Het is best wel een bijzonder traject, denk ik inderdaad. Want als 11-jarige heb je geen... Zeker als je normaal gesproken jonger zou beginnen, je hebt niet de ervaring van ik heb al een keer scooter gereden of zo. Wij spreken, je komt net op je fiets zonder zijwieltjes. Ja, maar ja, blijkbaar als je het gevoel voor hebt, dan komt het wel aardig goed. Ja. En de volgende generatie, gaat er ook... Ja, liever niet, maar ja. Als ik nu, juist nu bijna anderhalf, als ik nu zie wat hij allemaal... Had hij nu al met een soort autootje, fietsje, soort fietsje. Dan denk ik, oh. Daar gaan we binnenkort. Oh, maar dat is wel bijzonder. Maar jij zegt net dus inderdaad, rijden liever niet. Want je hebt natuurlijk al een paar dingen meegemaakt op een motor. Ja, dat weet ik. Maar ja, weet je wel. Je maakt overal dingen mee, weet je wel. Zeker. Weet je, ook als het normale leven. Dus. Maar goed, ja. Dus voor mij. Laat hem lekker doen. Vertelde ik kort al van binnenkort gaan de platen uit mijn lichaam. Ja. Kleinigheidje. Wat is er allemaal gebeurd in jouw carrière als motocoureur? Niet eigenlijk, heel eerlijk gezegd.
denk van die paar dingen, die paar blessures, als je van al die jaren dat ik heb geracen en wat mee heb gemaakt, is eigenlijk vrij weinig. Ja. Alleen dit jaar kwamen gewoon twee dingen achter elkaar, waardoor alles heel heftig lijkt. Je brak eerst mijn enkel en dat was dan met mountainbiken. Ik zag dat voorbij komen, inderdaad. En toen volgens kwam de volgende dracht aan, denk ik. Ja. Oh. Toen daarna brak dan mijn heup wel met racen. Ja, denk ik van ja, dat is nu eens even heel heftig, maar als je kijkt naar al die jaren, dan valt het best wel mee. Ja. Maar je ziet soms wel de dingen op tv voorbij komen dat je echt denkt van jezus. Ja, maar tegenwoordig het racen, klinkt heel raar, maar het is gewoon veilig. Dus we hebben airbags, goede materialen. De circuits zijn heel veilig. Ja. Natuurlijk, en alles wat je opnieuw ziet is altijd het extreme en het extreem slechte. Ja, vooral dat het tweede. Ja, ja, weet je, dus... Ja, wordt erbij. Weet je, maar je hebt een airbag als pak. Ja, in ons pak zit een airbag en die kan twee keer afgaan. Nou, die heeft wel zo vaak, heeft hij mij gered. Ik denk 2019, 18, ik weet niet precies. Crash ik in Italië. Toen hadden ze daarna de airbag, had de computer uitgelezen. Had ik impact gehad van 27G. 27G? Ja, het enige wat ik had mijn pols gebroken. En ik was stijf, en voor de rest niks. 27G? Ja, dus... Ja, wow. Weet je, je kan niet meer zeggen dat het niet veilig is. Dat is niet normaal, 27G. Volgens mij is het meeste wat, om het misschien een klein beetje voor de mensen, dat klinkt natuurlijk extreem, 27G, maar... Kijk, we hebben het natuurlijk vaak over de linksaf. De mechanische grip of de downforce die je in Formule 1 auto kan produceren, dat is niet haalbaar op een motor. Nee. Maar voor mij doet de Formule 1 auto in sommige bochten 9G. Ja, maar ja, dat is natuurlijk... Drie keer zoveel. Ja, maar dat is natuurlijk een hele korte impact, gelukkig. En dus zometeen gaan we karten. Ja. Hoe lang is het geleden dat je dat hebt gedaan? Of heb je ook stiekem geoefend? Nee, ik wou echt stiekem oefenen, maar ik kwam er niet van. Ik weet niet hoe lang geleden, maar... Goed, je hoeft niet de snelste te zijn op de winnen. Nee, ik ben de slimste. Gaan we nu gelijk heen? Laten we er gelijk heen gaan, inderdaad. Ik ben benieuwd. Ik. Nee, de vorige keer reed ik tegen Oscar. Dat ging niet zo goed. Dat was niet mijn allerbeste prestatie. En al die keren dat er niemand bij was? Ja, oké. Okay, misschien. Ja. Hé, maar we gaan zo meteen 10 rondjes tegen elkaar rijden. Eerst gaan we 10 rondjes warm rijden, kwalificeren. Dan 10 rondjes tegen elkaar rijden. En ik ben benieuwd of jij de allersnelste gaat worden of jij Sjeet gaat verslaan. Ja, zoals ik zei, weet je, je hoeft niet de snelste te zijn om te winnen. Maar ja, we gaan het zien. Hoi jongen, ben je er klaar voor? Ja, ja. Ik heb hier in ieder geval een paar schoentjes om het toch een soort van eerlijk te maken. Ja. Om, tenminste, ik denk eigenlijk dat ik het niet had moeten doen, want ik heb het idee dat jij iets sneller bent. Dit is mijn prijs alvast. Dit is je prijs alvast, ja. Dus mooi paar schoentjes van Blackstone. Lekker. Ik heb ze al aan, dus dat scheelt alweer 2/10. Volgens mij heb ik die uitgekozen, nee? Ja, inderdaad. Oh, kom maar terug. Ja. En dan zometeen gaan we in eerste instantie natuurlijk eventjes oefenen. Jij hebt hier wel gereden, heel vaak. Lang geleden. Dus we gaan eerst gaan we even een nietje proberen. Gaan we kijken wat voor tijd het is. Of ik bij jou in de buurt zit of jij bij mij in de buurt zit. En daarna gaan we tegen elkaar racen. 10 rondes lang. En dan gaan we kijken wie de snelste is van ons twee. Top. Ben benieuwd. Let's go. Ik zit even te denken, want ze vallen redelijk klein. Ik heb een XXL. Ik zal het niet zeggen, maar ik ben een XXL. Vallen ze klein, hè? Ja, dus ik denk, jij XL? Ja, je hebt mij XL. Wat is dit? Oh, sowieso is 3XL. Doe jij die maar aan? Ik doe die aan. Ja, die aan. Lekker man. Nou, ik zou zeggen, oesjes. Ziet er wel snel uit, toch? Dit zijn de laatste tieners die je eigenlijk nodig had op het motorcircuit. Ja, ja. Top. Lucky nummer 7 tegen nummer 31. Volgens mij speel je nu al vals. Ik speel echt alle tieners die ik kan vinden vandaag op een valse of eerlijke manier maar mijn gemoer uit. Zo sta ik er al een beetje in. Ja, oké. Okay. Nee, is goed. Ik denk namelijk echt dat het vandaag een hele zware dag voor mij gaat worden. Nee joh, vooral mee. Ik denk dat jij hebt idioot. Jij zei dat ook op de sim vorige keer tijdens het evenement. Nee, ik ben niet zo snel. Toen reed je ineens 16e harder. Ja, jullie waren alleen maar met elkaar bezig. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar, inderdaad. Alright, nou, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Hier gaat Jaap, die knop. En dan... Gaan we, toch? Succes!
Ging wel goed, hè? Gewoon weer een 1-9. Ik ben echt heel erg benieuwd wat Michael zo meteen gaat zeggen als hij hier aankomt. Ik denk dat het aan de kart ligt. Bijna. Hoe ging het? Ja. Zo kijk net niet. Lach aan de kaart zeker? Nee. Nee? Eerlijk? Tuurlijk wel. Ik wou net zeggen, welke coureur gaat er zeggen? Lach niet aan de kaart, lach aan mezelf. Nee, de baan, aan de baan. Baan is koud. Ja, baan is koud. Kijk, wat is het? Het is 2 tienden, 3 tienden. Ik reed een 9... 9? Een 9-8 heb ik gereden. Ah, ja. 4 tienden. Oh. Zie je het? Ja, natuurlijk, maar je moet ervoor zitten. Hè? Je moet er wel voor zitten. Ja. Ik zit op een gegeven moment zo dicht achter jou dat ik dacht, ik moet hem niet aantikken. Dus zit die plaat nog ergens op een andere plek. Nee, maar jij bent gewoon bang, dat is wel goed. Ja. Ik zit hier naar die tijden te kijken, maar ik zie hier Sam staan. Nou, dat gaat wel goed. Maar ik zie Emre staan voor de volgende aflevering. Die is gewoon stiekem aan het trainen. Ja. Ja, dat is goed, hè? Dat is goed. Nou, gelukkig zit hij er nog net niet bij. Ik zie hier mensen met een 1-5. Die hebben wij niet gereden. Nee, maar die 23 seconden is ook niet voor jou, hè? Nee. 1-9-8-6-1 heb ik. Ja. 1-10-2-1-2. Wie is de constante? Ja. Ik heb hier een 21. Ja, daar ga je al, hè. 21, ja. Kleine gek. Soms maak je wel eens een foutje, als je op de limiet rijdt. Ben je klaar voor? Ja, tuurlijk. 10 rondjes. 10 rondjes. Jij op 1? Ja, is goed. Ik op 2. Dan moet ik nog voorbij ook. Ja? Gaan we zien. Gaat niet lekker. Right, jongen, 10 rondjes. Ik ben benieuwd of jij. Maar als iemand achter zich moet kunnen houden, zou ik toch wederom mijn geld op jou zetten. Ja? Dat denk ik ook tijdens de quali. Ja, maar je moet niet alles gelijk. Dit was wel heel cool. Ik denk de eerste keer in heel mijn leven dat ik lach terwijl ik heb verloren. Nee, nee, ja, als ik niet snel ben, dan moet ik maar slim zijn. Dichterbij dan dit kon niet. Nee, ja. Oh, en dat je daar dan boven je rep gaat staan. Ja, ik denk anders pak je me daar naar beneden. Dit was echt nice. Echt, nee, echt lachen, man. Dat was zo dichtbij iedere keer. Maar het is zo lastig om er voorbij te komen hier. Als je denkt dat je bent, ben je er net niet. Nee. Het is geen schoen doel. Nee. Dit was wel echt dik. Thanks. Voor de les. Ja, ik had toch liever daar gestaan. Dat had een soort van trofee geweest als ik van jou had gewonnen. Ik heb al jouw filmpjes gekeken, maar voor mij heb je nog geen één keer hier gestaan. Jawel. Nee, de eerste keer. Ja, de eerste keer. Ja. In je eentje zeker. Ook, ja. Ook. Toen ik stiekem aan het oefenen was. Ik heb hier wel weer een soort van wat van geleerd, maar dat mocht ook wel. Ja, dat is toch leuk? Ja, dit was echt vet. Ik vond dit echt, ondanks dat ik dus niet heb gewonnen, ja. Ik vond het wel echt mooi. Het was zo close, iedere keer een beetje prikken daar, een beetje prikken daar. We waren ook niet snel, maar dat maakt ook niet uit. Nee, wel lol gehad. Oh, mooi man. Thanks. Thanks dat je er was. Dankjewel. Thanks voor de les verdedigen. Ja. Dus jongens, als je hier ook komt karten, als je komt karten bent van de ende, in het midden blijven rijden, komt niemand er voorbij. Nee, joh, niks. Niks aan de hand. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Volg Michael op Instagram. Super gaaf. Als je
van motoren, snelle dingen houdt. Net als ik eigenlijk, alleen dan op vier wielen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer heel erg snel. Hasselen.